De meeste mensen denken dat wij alleen maar radio- en tv-uitzendingen doen. Dat is natuurlijk niet zo, want we hebben ook contact met de OLON. Dat is een landelijk overleg van lokale omroepen. Dat zijn ongeveer 250 in Nederland en wij zijn een van de oudste. Daarnaast hebben we overleg met de gemeente over onze plannen, over de begroting. En we hebben contact met lokale omroepen hier in de buurt. Bijvoorbeeld in Eindhoven, maar Asten, Zomer, Gemert, Bakel, Deurne en Laarbeek. Omroep Helmond Radio heeft zo'n 60 vrijwilligers die tezamen zo'n 25 programma's per week maken. Dat zijn hoofdzakelijk muziekprogramma's, waaronder een countryprogramma, Nederlandstalig, maar ook een hardrockprogramma. Naast de bestaande muziekprogramma's wil Omroep Helmond er naar gaan streven dat we ook een dagelijks nieuwsprogramma op de radio gaan krijgen. Elke dag tussen 5 en 6. Daarvoor zijn we dus wel op zoek naar nieuwe mensen, niet alleen presentatoren, maar ook mensen die achter de schermen redactiewerkzaamheden willen verrichten, nieuwsfeitjes verzamelen, de social media bijhouden. Ook zijn we op zoek naar technici, want het programma komt ook bij jullie in de huiskamer. Nou, daar hebben we dus ook wel mensen voor nodig. Mensen die de techniek verzorgen, mensen die mee op locatie de locatieuitzendingen gaan verzorgen. Dat is een heel werk, dat vergt veel tijd en daar zijn we ook echt wel op zoek naar. De omroep heeft ongeveer 80 vrijwilligers en wij krijgen daar ook altijd natuurlijk post van binnen. Deze post wordt natuurlijk verwerkt door een aantal vrijwilligers. In dit geval is dat een damesgroep. Deze damesgroep die zorgen ervoor dat de post natuurlijk goed behandeld wordt. En daarnaast wordt er ook nog gezorgd dat wij voor de vrijwilligers bijeenkomsten gaan organiseren. Want wij moeten natuurlijk ook wat er besproken wordt in het bestuur aan de leden, CQ vrijwilligers, vertellen. En daarnaast het bestuur die doet maandelijks bij elkaar komen om deze zaken te bespreken. Wat er nodig is, behalve die radio- en tv-uitzending, is natuurlijk dat al die vrijwilligers bij elkaar kunnen komen. Dus we hebben vrijwilligersbijeenkomsten, vertellen over onze plannen. Wij moeten vooruitdenken, in de toekomst denken. Dat wil zeggen dat we nadenken over wat er de komende jaren nodig is en waar de bewoners in Helmond behoefte aan hebben. Dus we moeten altijd een paar stapjes vooruit zijn, zodat we daarop in kunnen spelen. En daar zorgt een bestuur voor. Een bestuur die kijkt iets verder dan de uitzending van volgende week. Nou, welkom in onze studio. Ik ga u even rondleiden. Het lijkt heel wat, onze studio, maar stelt eigenlijk niks voor. Dit is onze desk. Hier staan we. En daar staat onze autocue. Nou, er hangen hier wat lampen her en der. Een mooie achtergrond. Maar ja, op tv ziet het er net allemaal anders uit. In Alles over Helmond zit alles verpakt. Dat kan inderdaad het nieuws zijn, wat er afgelopen week gebeurt, want we hebben een weekoverzicht namelijk. Maar dat kan ook het aankondigen van evenementen zijn. Dat kunnen evenementen verslaan zijn. Maar dat kan ook, zal maar zeggen, oma's tip zijn. Zakenlokaal, wat een stukje over de bedrijvigheid in Helmond gaat. En dat kan ook kookpraat zijn. Gewoon puur informatief een bekende Helmonder eruit pikken, die wij doen verslaan. En dat doen wij alleen maar met vrijwilligers. We hebben namelijk een team van om de nabij een 14 mensen, cameramensen, editors, dus die alles monteren, dus de losse items, maar ook de presentatoren. En alle presentatoren die zijn ook meteen eigenlijk tevens hun eigen redacteur. Je werkt natuurlijk met een vrij klein team, we hebben niemand in dienst, dus uiteindelijk zijn het allemaal vrijwilligers die het ook na hun werktijd doen. Ja, voor we hier in gaan spreken, ja, dat gaat niet zomaar natuurlijk. Hè. Daar zit voorbereiding in. Dus thuis worden de teksten gemaakt, die worden verzameld, in de computer gestopt. Dat gaat in onze iPadjes. Die komen als een soort van autocue in de camera te liggen. En daar lezen wij alles van voor. We beginnen meestal op donderdag rond de klok van 5:30. Ik mag meestal beginnen. Mijn collega Leontien is om 6:30 aan de beurt. En daarna is het aan onze grote man om alles te monteren. Zodat u het 's avonds op vrijdagavond ergens rond de klok van 12 kunt zien. Alles over Helmond is een wekelijks programma, wat ook weer die hele week daarop uitgezonden wordt. Maar we zijn ook dagelijks te zien en dat gaat bij ons via internet. Dat gaat via www.allesoverhelmond.nl, is voor de hand liggend. En daar kun je dus dagelijks nieuws zien. Dus daar blijven we u eigenlijk continu op de hoogte houden met wat er eigenlijk die week gebeurt. Dat wordt ook weer gekoppeld aan Facebook, want dat is ook weer een hele belangrijke tool voor ons. Nou, wat wil dat zeggen? Wat is ons bereik daarin?
Naast dat we ongeveer volgens een onderzoek van de gemeente een tijd geleden tussen de 20.000 en de 25.000 wekelijkse kijkers hebben op tv, hebben we ook tussen de 10.000 en 15.000 kijkers op Facebook. En op onze internetpagina, in verband dat daar alle losse artikelen staan, zowel als op Facebook, hebben we een 90.000 wekelijkse kijkers. En dan mag ik best wel zeggen dat ik trots daarop ben wat er wekelijks voor elkaar gebracht wordt, eigenlijk met geen professionals. Nou, de inkomsten van de omroep die bestaan uit de landelijke bijdrage, die door de overheid aan de gemeentes wordt verstrekt en door de gemeente wordt doorgegeven. De gemeente geeft daar ook nog een stukje extra subsidie op. Daarnaast hebben we inkomsten uit reclame van radio, televisie en we hebben inkomsten uit bartering, ruilhandel, zoals dat genoemd wordt. Dat zijn de hoofdinkomsten van de omroep. En de belangrijkste uitgaven van de omroep, dat zijn de huisvesting, de inventaris, middelen en de Buma stemrechten. Het bestuur bestaat net als andere mensen van de organisatie uit vrijwilligers. En dat betekent dat die mensen dat in de avonduren en de weekenduren doen. Nou, de hoeveelheid werk en taken wordt niet minder sterk, het wordt alleen maar uitgebreider. We willen steeds meer regionaal gaan samenwerken met andere lokale omroepen. De gemeente verwacht meer van ons. En dat betekent dat we steeds meer taken binnen het bestuur krijgen. En het zou heel fijn zijn als er ook jonge, nieuwe mensen bijkomen met nieuwe ideeën. Want de omroep blijft niet stilstaan. En als je steeds dezelfde mensen in het bestuur hebt zitten, dan gaan ze op een gegeven moment toch inslapen. En je wil actieve mensen hebben die ervoor zorgen dat de omroep toekomstbestendig is en ook geschikt is voor jongeren. Ja, techniek is natuurlijk heel belangrijk voor Omroep Helmond. Je kunt nog zo mooie programma's maken, maar als je ze niet uit kunt zenden op radio of tv, dan heeft het weinig zin. Dus daarbij hebben we ook gewoon een heleboel vrijwilligers nodig die voor ons de boel in de lucht kunnen houden. En het is nogal een stukje techniek, zal ik zo eens op ingaan. Maar als er storingen zijn, dan worden die mensen gewoon thuis gebeld en die dienen het dan op te komen draven. En dat is ook wel eens ooit op hele rare tijden. En het is natuurlijk wel belangrijk dat er ondersteuning is. Dus nogmaals, het is een vrijwilligersbaan. We zouden willen dat we beroepskrachten konden inhuren, maar dat zal helaas niet lukken. En we hebben natuurlijk wel mensen nodig die een beetje verstand hebben van dingen. Dus voor radio, voor tv, ook computers, want daar zit er ook nogal wat in die kast hier. En zodoende dat we wel wat versterking kunnen gebruiken. Ja, en dit is de technische ruimte van Omroep Helmond en die staat in de cacaofabriek. En daar vindt zo'n beetje alles plaats. En je ziet wel, het is een indrukwekkende verzameling van spullen. Hierboven staat eigenlijk alles wat met radio te maken heeft. En hier beneden zie je alles wat met televisie te maken heeft. En radio, nou, er wordt op dit moment uitzending gedaan, dus je ziet het allemaal bewegen en flitsen. Hierboven is ook een stuk router voor de technici onder ons. Een router die zorgt voor alle internetsignalen, want dat is ook heel belangrijk, omdat we uitzenden via internet ook. En de radio wordt van hieruit via een internetkabel naar een straalzender die hier in de cacaofabriek staat. En die gaat naar de Ameideflat en via de Ameideflat sturen we het naar heel Helmond. Dan wordt het echt uitgezonden. TV staat hier beneden. Dat gaat allemaal via een internetlijn naar Hilversum toe. En in Hilversum wordt het dan verdeeld naar de verschillende kabelaars, KPN, Ziggo, etc. En zo zien jullie ons signaal. Dus wat jullie nu zien, dat staat in feite te draaien op deze machine. Dit is onze player en alles gaat via de internetkabel het grote en machtige internet op. Wat we bestuur ook graag willen is meer samenwerken met instellingen binnen Helmond. En dan moet je natuurlijk denken als Helmond Marketing, maar ook dit is onze wijk. En zo zijn er meer organisaties die voeten aan grond hebben in Helmond, veel over Helmond weten. En ik heb eerlijk gezegd altijd een hekel aan als iedereen maar een beetje voor zichzelf bezig is. Ik zou graag willen samenwerken met al die clubs.